Vitesse behaalde vandaag in een doelpuntloos duel 1 punt tegen Feyenoord. Wij spraken met interimtrainer Jozef Oosting en Vitesse speler Navarone voor. Al begin gaf veel druk, durfde te voetballen. Namen veel initiatief. Ik denk dat het goed uitpakte. Alleen jammer dat we de eerste helft dan niet scoren. We kregen nog een penalty. Wat vond je daarvan, een VAR moment? Ja, het is een beslissing van de scheids. En hij maakt op dat moment een beslissing. En als we een penalty krijgen, dan moeten we er gewoon staan. Alleen helaas, die ging mis. We moeten doorgaan. We bleven doorgaan om kans te creëren. Tweede helft zakte we ietsje terug. Omdat we veel energie verloren de eerste helft. En daar moeten we les uit trekken dat we de volgende keer een beetje moeten doseren. Feyenoord had ook kansen, hè? Eentje zat er bijna in, op de lijn weggehaald. En laten we zeggen tegen de lat, buitenspel goal. Ja, nee, ik kon alle kanten op. Hun kreeg kansen, wij kregen creëerden wat kansjes. En ik denk dat 1-1 wel een van 0-0 terechte uitslag is. Je had nu een basisplaats bij Slutsky, had je dat niet? Daar ben je ontzettend tevreden mee, denk ik. Ja, op het begin heb ik ook wel onder Slutsky gespeeld. Europese wedstrijden en competities, genoeg wedstrijden gespeeld. Maar op een gegeven moment veranderde dat. Hij maakte een andere keuze. Ja, dat is zijn goed recht aan mij om te laten zien dat ik erin word staan. En vandaag kreeg ik weer de kans en heerlijk om weer te spelen voor het publiek hier. Hoe vind je het met deze trainer te werken? Nee, het is ik ken hem natuurlijk van Jong Vitesse en het is gewoon een hele nuchtere man. Recht door zee. En ik vind dat hij het positief heeft gedaan. Ja. Je hebt aangegeven, eind van seizoen stap je op bij Vitesse. Heb je al een idee wat het gaat worden? Ik laat voor nu alles open. Ik hou mijn focus op dit moment op spelen bij Vitesse. Speelminuten te maken is voor mij belangrijk. Ik kan nu wel denken aan andere dingen, maar het is voor mij mijn doel om veel minuten te maken. En stabiel te worden. En natuurlijk veel punten pakken met Vitesse. En veel punten pakken natuurlijk en Europees voetbal houden. Ja, laten we hopen. Dus dat is onze doelstelling, daar gaan we voor. Onze streven is nog steeds daar. Maar eerst even alle zaken op orde maken. Dus. En ook de rust weer terug in de ploegen. Ja, precies. Ik denk dat dit een goed begin is. 1 puntje tegen Feyenoord is niet slecht. Dat we er hier iets positiefs uit moeten halen. Ik denk dat het een mooie wedstrijd was voor de neutrale toeschouwer. Ook dat het een leuke wedstrijd was voor... Voor mensen die Vitesse een warm hart toedragen, voor de supporters. Met de eerste helft vond ik ons de betere partij, met veel kansen. Weliswaar ook een gemiste panel. En de tweede helft hadden we heel veel moeite met het spel van Feyenoord. Hoe kwam dat? Tweede helft moeilijker dan de eerste? Nou, goed, kijk, uiteindelijk we hebben best heel veel energie verspeeld in de eerste helft. En als gevolg daarvan is dat je tweede helft... Dat je wat achteruit gaat lopen, dat je de linies worden wat groter. Ja, en waardoor Feyenoord wat meer en beter in het spel komt. Maar overal ben ik wel tevreden met de 0-0. U heeft nu een hele week met de jongens getraind. Hoe kijkt u dan terug? Hebben ze het goed gedaan? Nou ja, ik zeg maar gewoon ja. Maar nee, hoe ik terugkijk naar de week, natuurlijk een aparte week voor mij. De trainer is opgestapt en uiteindelijk komen ze bij mij terecht. Nou, uiteindelijk, ik werk al jaren bij Vitesse. Je bent vereerd. En dan ga je met de groep ga je aan de slag. En dan heb je bepaalde accenten die je neer wil leggen ten aanzien van je spelopvatting. Waarvan ik denk dat het dichtst bij Vitesse ligt. En dan ga je aan de slag en dan zie je een groep die heel graag wil. Wie er alles voor over heeft, hè, om het gewoon goed te doen. Alleen ja, uiteindelijk zitten we wel met elkaar in crisis. En we hebben het omarmd om met elkaar weer uit die crisis te komen. En daarin is gewoon iedere dag gewoon goed getraind. En uiteindelijk met, zoals vandaag, de 0-0 tegen Feyenoord. Ik denk dat we daar alleen maar blij mee mogen zijn. Dat geeft weer een opsteker, hè, voor de jongen. Ja, nee, daarom. Dus, maar goed, ik probeer even de week te vertellen. En die week die... heel intens. Ik heb ervan genoten. En ik ben ook trots hoe het is gegaan deze week. En met de wedstrijd tegen Feyenoord 0-0 resultaat kunnen we blij mee zijn.